collega. Namens het comité Ereverdienste Kortenbos, de gemeente Den Haag en Stichting Eikenburg en ondersteunende organisaties heten wij u van harte welkom. U bent door middel van uw invitatie op de hoogte, maar Jeffrey Zonet weet nog niets. Alle organisaties staan als een betonnen huis achter het item van vanavond. Een item met een koninklijke allure, wat natuurlijk niet iedere dag voorkomt. Maar die valt Jeffrey deze avond ten deel. En het is hem ook gegund en hij heeft het verdiend. Mag ik nu het woord geven aan onze loco-burgemeester Sander Becker. Ja. Meneer Bonnet, ik heb gehoord dat u al enige tijd het gevoel had dat er achter de schermen wat stond te gebeuren. Dat klopt, of niet? Ja. Ja. Want er waren allemaal mensen, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dan ben je hier, dan werk je als vrijwilligers en dan hoor je daar wat pss, 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 en dan hoor je in een ander hoekje wat. Wel nu, dat voorgevoel heeft u niet helemaal bedrogen. Want er is ook iets bijzonders. Want wat is er mooier dan de Nationale Vrijwilligersdag aan te grijpen om u in de schijnwerpers te plaatsen. U behoort tot de mensen van wie met recht kan worden gezegd dat vrijwilligers zijn in hart en nieren. En u doet dat ook al zo'n 35 jaar. Aanvankelijk was u dat en was u actief in Zoetermeer, waar u bijvoorbeeld medeoprichter bent geweest van clubgebouw Ons Honk. U ondernam daar voor heel veel jongeren allerlei activiteiten en was volop betrokken bij de totstandkoming van het Zoetermeerse wijkgebouw onder de toren. In begin jaren 80 verhuisde u naar Den Haag en kreeg dat bericht onder, hè, dat begrip onder de toren, weer een hele andere betekenis. Want u belandde in deze wijk, vlakbij de Haagse toren, de grote kerk, en hier, u vond hier uw thuisbasis. Meneer Bonnet, wat u in de wijk Kortenbos doet, is haast te veel om op te noemen. Maar ik ga toch proberen om een kleine compilatie weer te geven. U helpt de wijkorganisatie, de Kester Stichting en huisartsenbond. U onderhoudt contacten met de gemeente en u organiseert themaavonden, bijvoorbeeld voor het Kika Kankerfonds, rommelmarkten, spelactiviteiten voor kinderen en culturele dagen. De stichting Eikenburg schreef over u, en dan citeer ik, een man van woord en daad, een lichtend voorbeeld van naastenliefde. Uw inzet, loyaliteit en vriendschap worden nadrukkelijk geprezen. En dat doet ook de stichting Boog, waar het uw hulp betreft aan het jaarlijkse project Parels van het Kortenbos. En Boog schrijft, en dan citeer ik opnieuw, de heer Bonnet voert zijn coördinerende taken met enthousiasme en geestdrift uit. In de loop der jaren heeft hij veel nieuwe vrijwilligers aan weten te trekken, mede door zijn positieve uitstraling en humanitaire levensopvatting. Einde citaat. Meneer Bonnet, u staat altijd klaar om een helpende hand toe te steken. En u doet dat voor iedereen. Onderscheid door u wordt daarbij eigenlijk niet gemaakt. Mij is verteld wat een mooi uitgangspunt u daarbij hanteert. U zegt het zo, we moeten een gesloten deur zijn, of een open deur zijn voor iedereen, want gesloten deuren die zijn er al genoeg. Dat klopt. U beschikt ook over een heel groot netwerk in de wijk. Bij de Haagse Politiek, de corporatiewoning, of de woningbouwcorporaties, de politie, die hier natuurlijk in de buurt zit, en bij diverse andere instellingen in de wijk. En daar profiteren velen van, want u spreekt uw contacten aan als u daarmee iets kunt bereiken voor anderen. U zette zich in voor het verwezenlijken van speelterreinen aan de Delftse Laan en de Zusterstraat. En u leverde ook nog eens een geweldige prestatie voor de stichting IDG. Of is het IDG? IDG. Voor deze organisatie die de integratie van verstandelijke gehandicapten bevordert, wist u in 2007 zelfs landelijke bekendheid te krijgen via het televisieprogramma Heel Holland Helpt van Wendy van Dijk.
Zij bracht tal van goede doelen onder de aandacht voor het grote publiek. En u kreeg voor elkaar een fantastisch mooi bedrag van maar liefst €32.000 in te zamelen voor de inrichting, de computers en de keukenapparatuur van de solidariteit van de stichting Eidertje. En dat was nog niet alles, want datzelfde jaar konden, dankzij uw inspanningen en de steun van een reisbureau, 60 verstandelijk gehandicapten met hun begeleiders naar de traditionele kerstmarkt in Düsseldorf. Dat was een hele bijzondere bijeenkomst. Hè? En die zorgde ervoor dat... Kerst is natuurlijk altijd een mooie tijd, daar gaan we ook nu weer naartoe. Maar dat de indrukwekkende kerstnachtdiensten in de grote kerk ook hier in de hoek bijgewoond kon worden. Meneer Bonnet, vanaf het midden van de jaren 80, want u draait al heel lang mee, ging u op allerlei manieren ook de stichting Tunesische Communicatie helpen. En hoe? Als begenadigd sanctioneer, misschien krijgen we daar vanavond nog wel iets van te zien, ik weet het niet, verzorgde u belangeloos een optreden voor gehandicapten en minder bedeelde SOC. Datzelfde deed u, naar ik heb begrepen, tijdens de viering van de Onafhankelijkheidsdag van Tunesië in 1994. Een van de bestuursleden van de stichting schreef hierover dat u kans zag om middelen in te zamelen om onder andere de kinderen 10.000 zakjes snoep te kunnen uitdelen. Dat gebeurde eveneens in Zuzé, waarbij u het mooie en vrolijke lied Enfant de tout pays, kinderen van alle landen, zong. En graag haal ik aan wat het genoemde bestuurslid daarover schreef. Tijdens een Rotary-bijeenkomst in Tunesië zei de heer Bonnet eens: de weg naar gelijkheid, vrede en liefde is een simpele handreiking. En dat zie je hem. De heer Bonnet vraagt nooit iets, hij geeft. Heel erg mooi. En zo zijn er nog meer instellingen die ik kan noemen waar u zich voor heeft ingespannen. Dat varieert van War Child, waar u meewerkte aan een gedichtenbundel, tot de stichting Wereldvenster, waar u Nederlandse les gaf aan immigranten. En u gaf al aan dat u chansons vertolkt. Ook dat is iets waar u heel veel mensen plezier mee doet. U oogst in de jaren 80 veel succes met een indrukwekkende vertolking van Edith Piaf, ik geloof een van uw favorieten, in de Henny Huisman Show. En u treedt nog altijd op. Niet alleen in theaters, maar ook in zorginstellingen. Meneer Bonnet, in de wijk staat u bekend als een man met een hart van goud die alles voor zijn medemens overleeft. U wordt ook wel eens een verschrikkelijke doordouwer genoemd. En dat is vooral prijzenswaardig omdat u uw leven niet altijd over roos is gegaan. Dus in die zin, die verschrikkelijke doordouwer moet ook vooral heel erg positief worden opgevat. Want u bent door zware tijd heen gegaan, u bent het slachtoffer geweest van een afschuwelijk misdrijf en helaas legt uw gezondheid u soms beperkingen op. Menig een zou zich er door uit het veld laten slaan, maar dat is bij u beslist niet het geval. U blijft knokken, u blijft doorgaan, niet alleen voor uzelf, maar ook voor heel veel anderen die een steuntje in de rug enorm goed kunnen gebruiken. De mensen met wie u heeft te maken zijn u daar ongelooflijk dankbaar voor. Ik denk dat heel veel mensen vandaag ook in de zaal u daar ongelooflijk dankbaar voor zijn. En dat is de reden waarom zij u hier vanavond in het zonnetje willen zetten. En namens het gemeentebestuur wil ik ook mijn erkentelijkheid uitspreken voor alles wat u heeft gedaan en nog altijd doet. En als blijk van die waardering ontving u enkele maanden terug, ik geloof bij uw 55ste verjaardag, en u heeft hem ook opgespeld vandaag, ook de stadsbelt van de gemeente Den Haag. En opnieuw staat u een verrassing te wachten, want ik laat het niet bij woorden alleen vanavond, ik wil er graag nog iets aan toevoegen. En dan word ik wat formeler in toon en woord, want ik wil u zeggen dat het mij een bijzondere eer en een groot genoegen is u te mogen mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u, Abraham Franciscus Bonnet,
Vanwege uw langdurige en intensieve inzet als vrijwilliger bij verschillende organisaties te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ik feliciteer u van harte en speelt u nu graag de onderscheiding op. Hoe voel je je nou? Ridder. Ja? Ridder te paard. Te voet. Is dit nu de kroon voor jou op alles wat je wil? Of heb je nog meer ambities? Nee hoor, ik vond in mei het heugelijk feit dat ik ereburger was van Den Haag, vond ik al, het heeft me financieel niks opgeleverd, maar ja, dat heb je met die arme artiesten. Maar nu ik de ridderorde heb gehad van Hare Majesteit de Koning, dat verheugt me enorm. Ik vind het altijd heel bijzonder om te doen. Maar het is natuurlijk vooral bijzonder voor degene die hem mag ontvangen. Dat vond ik vanavond ook weer heel bijzonder. Ik zag dat de heer Bonnet, als je dat zo opleest en vertelt wat hij allemaal gedaan heeft als vrijwilliger voor Den Haag, dan is dat enorm. Dus die beloning en die onderscheiding, die verdient hij dubbel en dwars. En om dat dan te zien, vind ik dan ook weer heel erg bijzonder. Dus ik doe dat met alle liefde. De dirigent van? Die Hagezangers. Dus goed verstaan, die Hagezangers. Niet de Havenzangers, wat ook wel eens gedacht wordt. Ja. Maar het Koninklijk Mannenkoor, die Hagezangers. Hoe lang dirigeert u bij de... Volgens mij ben ik nu in het vierde seizoen. Dronken, dol en dwaas, beet ik in mijn bieren. Bij de dikke Jean het mond verland. Ik dronk een vat met glaas, ik dronk een vest met bier en sprong me graag op de pan. Die klas, hij dansen als de tante en Casanova was de bang. Maar ik bleef de super arrogant, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12:00 was die burgertroep, huis ging een café de goud verzand. Dat is vol de weegse poep, zong wij voor vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen aan het witte burgerkind, dit is een varkens. Burgerij, dan een zwijnenspul, al die burger is een ouwe. Hoe heb je het gevonden nu, je optreden met het koor? Ja, je ziet het koninklijk mannenkoor, die Hagezangers. Ja, het komt namelijk, ik heb ze een jaar of drie geleden, vier geleden in de Grote Kerk in Den Haag zien zingen. En horen zingen. En dat heeft zo'n indruk op me achtergelaten. Toen heb ik gevraagd aan de organisatie, als jullie van mij ooit iets willen organiseren, wil ik graag met dat koor zingen. En dat is mijn vlakke land geworden. Nou, en het vlakke land staat nu vol met bergen, want ze hebben het hele grond omgewoeld met hun prachtige stemmen. Het was geweldig. Zeker weten. Ja, zo lief die man naast me staan. Ja, ze zingen ook altijd daarna een soort groet, hè? Een Bulgaarse groet. Ja, heb je dat? Nee,
Was het een Hongaars of Bulgaars? Een Bulgaarse groep. Hoe heette het ook weer? Rotterpersen. Rotterperen. Ja. Nee, was geweldig. Ja. Ja. Het is lekker hard werken met de mannen. En ja, we zijn bezig met een beetje programma-omslag. Want ze hebben in het verleden veel Russische muziek en Hebreeuwse muziek. En heel mooi, want dat blijven we ook doen. Maar er was wat vraag naar wat modernere dingen. Vandaar dat we nu met een nieuwe cd bezig zijn. En dat is jaren 60, 70. En zo zijn we ook in contact gekomen met Jeffrey Bonnet. En Jeffrey Bonnet doet dan mee? Het is de bedoeling dat we het vlakke land, of mijn vlakke land, met hem op gaan nemen. Ja. Dus... En hoe heeft u het gevonden om Jeffrey Bonnet te begeleiden? Heel erg leuk. Ik vind het een ontzettend aimabele man. En gewoon heel gezellig met elkaar, lekker gewerkt. En van begin af aan een leuk contact gehad. Dus ik vind dat heel erg leuk, ja. Hele fijne man. Die meneer die hier staat, onze dirigent. Kijk, ik noem het even onze dirigent. Ja? Kijk, die man, ik heb tijdens de repetitieavonden met deze man... heb ik zo'n enorm respect voor hem gekregen. Hoe die het koor drilt. Zoals een, hij kan heel aardig en lief zijn. Hij kan goed in de... Nee. Ik heb nog nooit zoveel negen gehoord in mijn leven. Als toen iemand deze man ging repeteren met het koor. Maar nee. Het koor... Ja. Nee, als we verkeerd gingen. Nee. Zo doe je... Ja, ik ga het een keer opnemen hoor, als je dat doet. Dat hoort je zelf niet. Maar ik zeg ook heel vaak... Ja! Ja, zo wil ik het horen. Ja. Maar dankzij hem is het... En het koor natuurlijk is mijn vlakke land vanavond echt tot een succes. En ik ga dat meer doen. Ik ga ze gewoon uitnodigen bij concerten van mij. Om dat samen met mij te doen. Dat is toch perfect. En er zijn niet alleen... mijn vlakke land. Ik heb vanavond toevallig, ik was aan het zingen. Toen dacht ik van, bij Lawel Zamiltan, hoe mooi zal het zijn dat koor achter me is. En wat gebeurt er? De dirigent komt naar me toe. Hij zei, ik heb nagedacht. Nou, je hebt twee zielen, één gedachte. Dus dat wordt gerealiseerd. Ik ga trouwens ook een cd opnemen. Ik niet, maar het koor. En daar zing ik als gast bij hun op de cd. En volgend jaar is dan het feest, de uitreiking en dergelijke. En dan moeten jullie zeker komen. Nou, dan zijn we er zeker bij. En ik zou best nog wel zo'n Bulgaarse afsluiting willen horen. Zou dat lukken? Met een paar. Oh, met een paar. Jawel. Dat... Hebben we alle partijen? Ja. Dan moet ik even mijn hoed opzetten. Zo dat kunnen we zingen. Bam, bam. Oh, je kan ook zeggen dat ons lang zal ze leven. Wij hebben een eigen lang zal ze leven. Oh, dat is mooi. Maar dan moeten we straks daar doen. Meneer de cameraman, ik weet niet, kunt u dat misschien ook straks daar filmen? Als de... Dan nodig ik ze uit voor Lang zal ze leven. En dan kan je het precies helemaal mooi opnemen. Er staat, ook wat chique op. Jullie kunnen zonder piano, hè? Ja. Oké, doen we straks, mannen. Oké. Was u klaar met het interview? Ja, dit was het weer. 350 euro extra. Dankjewel. Als laatste vraag. Jullie gaven op het laatst een jel. Wat was dat? Rodna Pezen. Dat is de Bulgaarse zangersgroet. En daar openen wij eigenlijk altijd ons concert mee. En wij vonden het leuk om die Bulgaarse zangersgroet aan Jeffrey aan te bieden. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Lang zal hij leven in gloria, gloria, lang zal hij leven in gloria.